is ingezonden door Bree uit de Verenigde Staten. Ik zat op de universiteit toen ik erachter kwam dat ik aseksueel ben. Daten was altijd lastig voor me. Vooral omdat ik moest proberen dezelfde hoeveelheid aantrekking en intimiteit te voelen voor mijn partners als zij voor mij voelden. Mijn vrienden hadden het altijd over hoe aantrekkelijk hun partners waren en zo, maar ik kon me daar gewoon niet in herkennen. Ik had niet het gevoel dat er een intrinsiek deel van mij was dat op deze manier aangetrokken was tot mijn partner. Daardoor voelde ik me een slechte partner en had ik het gevoel dat ik minder gemeen had met mijn vrienden. Ik voelde me altijd ongemakkelijk als ze het hadden over die seksuele aspecten van hun relaties of crushes en ik gewoon niets te delen had. Op een gegeven moment, toen ik in mijn kamer zat, leidde een zoektocht op Google en een gesprek met mijn oudere zus me naar de website van Even. Ik las een paar pagina's met veelgestelde vragen, maar uiteindelijk sloot ik het venster en ging ik verder met mijn leven. Hoewel aseksualiteit interessant leek en het erop leek dat het paste bij hoe ik me niet voelde, was het voor mij niet zo belangrijk om een label op mezelf te plakken. Om even vooruit te spoelen naar de lente, zomer van 2015. Ik was mijn laatste jaar op de universiteit ingegaan en op dat moment had ik nog veel meer mislukte experimenten met dates gehad. Op dat moment was Tumblr enorm populair voor nerds zoals ik. En op een gegeven moment scrolde ik door Tumblr en kwam ik een bericht tegen over de verschillende soorten seksuele oriëntaties. Dat was wanneer ik eindelijk lid werd van het Even Forum en me actief begon te identificeren als aseksueel. Het voelde zo goed om een gemeenschap te vinden met mensen die soortgelijke ervaringen hadden. Aan het einde van het jaar was ik actief betrokken bij het Even Forum en begon ik mijn aseksualiteit meer uit te dragen in mijn leven. Ik heb een zwarte ace-ring gekocht en wanneer seks of seksuele aantrekking onderdeel uitmaakte van gesprekken met mijn vrienden, kon ik gerust vertellen dat ik niet hetzelfde voelde als zij. Hoewel het eerder iets was waar ik me voor schaamde, realiseerde ik me nu dat het oké is om niet hetzelfde te voelen en geïnteresseerd te zijn in andere dingen. Ik was zelfs uit de kast gekomen bij mijn oudere zus, die de term aseksualiteit aan me had helpen introduceren. Maar aseksueel identificeren is echter niet altijd gemakkelijk geweest. Een paar jaar geleden probeerde ik uit de kast te komen als aseksueel bij mijn tweelingzus. Als tweeling hebben we veel gedeelde ervaringen gehad. Tijdens mijn kindertijd was zij de enige die me echt begreep. Maar ze is ook erg conservatief en gelooft dat het traditionele huwelijk en kinderenverhaal normaal en verwacht is. En dat het abnormaal is om iets anders te willen dan het traditionele plaatje. Ik was een keer bezig op het Even Forum terwijl ik naast haar zat. Ik dacht dat dat misschien kon gebruiken om een gesprek over aseksualiteit te beginnen. Maar ze keek op mijn telefoon en zag de website. En ze vertelde me meteen dat het raar klonk en dat er iets mis met me was. Sindsdien heeft ze mijn oriëntatie volledig afgewezen en ze ging zelfs zo ver dat ze me probeerde te koppelen aan mensen om me te genezen. En als ik het voor de 100ste keer zeg dat ik niet op dezelfde manier als zij geïnteresseerd ben in andere mensen, dan zegt ze dat ik gewoon nog niet de juiste persoon heb ontmoet. Het is een klap in je gezicht als de enige persoon waar je als kind op kon vertrouwen weigert je gevoelens als je haar vertelt dat je niet hetzelfde behoefte hebt als haar te geloven. Ik heb ook geprobeerd bij mijn ouders uit de kast te komen, met beperkt succes. Toen ik begin 20 was, vertelde ik dat ik niet hetzelfde voor anderen voelde als andere mensen, zonder exclusief het woord aseksueel te gebruiken. Het leek me het beste om vaag te blijven, zodat ze niet zouden zeggen dat ik alleen maar een trend volgde ofzo. Net als mijn tweelingzus waren ze erg sceptisch over LHBTQIA+ identiteiten. Als ik termen zou gebruiken die klonken alsof ze gerelateerd waren aan deze gemeenschap, zouden ze meteen niet meer willen luisteren. Maar ik weet niet zeker of ze deze subtiele manier waarop ik mijn identiteit aan hun communiceerde wel begrepen. Dus ik heb het er maar niet meer over gehad en ik vermeed waar mogelijk de onderwerpen relaties en seks. Maar een paar maanden geleden vertelde mijn moeder dat zij en mijn vader LHBTQIA+ identiteiten in een nieuw licht begonnen te zien. Dat ze meer begonnen te accepteren. Dus heb ik mijn moeder een link naar Even gestuurd en ik heb haar verteld dat ik aseksueel ben. Dat ik al jaren weet dat dit zo is en dat ik er nu 100% zeker over ben. En ze heeft helemaal niets meer over gezegd. Geen reactie.
Ik weet niet zeker wat dat betekent. Maar het is in ieder geval beter dan de afwijzing die ik van mijn tweelingzus heb gekregen. Dus voor nu beschouw ik het maar als een win. Ik ben nu bij verschillende vrienden uit de kast gekomen. Maar ik moet nog steeds voorzichtig zijn op sociale media en in mijn gesprekken met collega's. Ik werk voor de overheid en mijn werkgever is niet erg vriendelijk als het gaat om LHBTQIA+ dingen. Ik praat ook niet over seksualiteit met mijn familieleden buiten mijn ouders en zussen, want zij zijn nog conservatiever dan mijn ouders en zouden het niet begrijpen. Ik vind het niet erg om dit deel van mezelf het grootste deel van de tijd te moeten verbergen. Het is slechts een klein deel van wie ik ben. Maar ik zou wel willen dat er meer acceptatie en begrip was voor aseksualiteit in het algemeen. Op die manier zouden mensen zoals ik het eerst niet het gevoel hebben dat we niet kunnen uitspreken hoe we ons wel of niet voelen wanneer we vrienden maken. En op die manier zouden we niet hoeven kiezen bij wie we wel of niet uit de kast kunnen komen. Op die manier zou het makkelijker voor ons zijn om een label te plakken op hoe wij ons voelen, voordat we boven de 20 zijn of pas heel laat in ons leven, wanneer we al veel moeilijke ervaringen hebben gehad, doordat we ons niet zo voelen als anderen.